Hoi, mijn naam is Ben van Voice en vandaag laat ik je zien wat Ascent allemaal kan. We beginnen met de gebruikersapplicatie. Als je hem opent, kan je eenvoudig kiezen hoe je bereikbaar wil zijn. Wil je dat via een fysiek bureautelefoon of via de ingebouwde softphone? Met de ingebouwde softphone bel je met een headset die verbonden is aan je laptop. Wel zo handig als je ook eens onderweg of thuis wil werken. In de app kan je ook eenvoudig instellen met welk nummer je naar buiten belt, voor verschillende afdelingen werkt of een keer anoniem naar buiten wil bellen. Bij een inkomend gesprek zie je een pop-up. In de pop-up zie je de telefoonnummer van de beller en eventueel ook de CRM-koppeling als deze ingesteld is. Een linkje geeft eenvoudig de mogelijkheid om te klikken en automatisch het CRM te openen. Na het beantwoorden van het gesprek zie je in de belbar boven in je applicatie eenvoudige handelingen om een gesprek in de wacht te zetten, de microfoon te muten of door te verbinden. Door te verbinden naar collega's kan eenvoudig. Je zoekt de collega op. Je ziet of deze rood of groen is. Is die wel of niet beschikbaar? En je verbindt het gesprek warm of koud door. Een van de belangrijkste dingen in de app is de aanwezigheid of de presence. Hier zie je in één oogopslag welke collega allemaal vandaag aan het werk zijn. Een groen bolletje betekent ze zijn online, een grijs bolletje betekent ze zijn offline. Hiermee weet je altijd of je een collega kan bereiken. Voor het geval je een gesprek niet kan beantwoorden omdat je in gesprek of vergadering bent, kan je ervoor kiezen om het gesprek door te laten gaan naar je voicemail. De voicemail-instellingen kan je eenvoudig in de app beheren. Hier kan je je pincode of je begroeting aanpassen. Wel zo handig als je bijvoorbeeld ook een tijdelijke begroeting wil inspreken omdat je op vakantie bent. De ingesproken voicemails kan je in de app terugluisteren. Niet alleen kan je ze luisteren, maar ze worden ook omgezet in tekst, zodat je eenvoudig kan lezen. Dit werkt ook op je mobiel, zodat je in een vergadering even kan lezen of je die persoon misschien met spoed terug moet bellen. In de app zit een handige optie om te chatten met collega's. Dit kan één op één of ook in een groepschat. Vanuit een chat kan je ook eenvoudig een telefoongesprek starten. Of een videovergadering vanuit een groepschat. In dezelfde app zitten ook meetings. Met meetings kan je eenvoudig videovergaderen met collega's of relaties. Je kan eenvoudig een vergadering starten of vooraf plannen. Details en uitnodigingen kunnen snel verstuurd worden naar collega's of externe relaties. Een paar dingen die de meetingoplossing van Ascent onderscheiden ten opzichte van anderen, is dat de meeting gesloten kan worden. Hierdoor kunnen geen nieuwe deelnemers meer deelnemen aan de meeting. Ook zorgt de end-to-end encryptie ervoor dat jouw meeting ook echt jouw meeting blijft. Tevens kan je een AI-assistent toevoegen die automatisch notities maakt en ook samenvattingen maakt. Hierdoor kunnen alle deelnemers zich concentreren op de inhoud van de meeting. Achteraf verstuur je deze samenvatting, toegevoegd met nog extra notities, eenvoudig rond, zodat iedereen op de hoogte is van de bespreking en de uitkomst van de vergadering. Voor afdelingen worden vaak belgroepen gebruikt. Dit geeft interne en externe bellers de gelegenheid om locaties, afdelingen of collega's rechtstreeks te benaderen. Het kan zijn dat je in meerdere groepen zit, maar niet altijd bereikbaar hoeft te zijn voor dezelfde. Daarom kan je in de app eenvoudig jezelf in en uit de groep schakelen. Hiermee bepaal jij of je bereikbaar bent voor de afdeling, locatie of misschien een piketdienst in de avond- of weekenduren. Als je ook beschikt over de contactcenterfunctionaliteit, gaat er een wereld voor je open om bereikbaar te zijn. Bij een inkomende oproep is de pop-up niet blauw, maar geel. Hierdoor zie je eenvoudig dat het een contactcentergesprek betreft. Na het aannemen van een gesprek zie je de informatie die je uit de IVR of uit het CRM-systeem al is opgehaald. Je ziet welke klant het is, welk service level die bijvoorbeeld heeft en wat de laatste interacties waren met deze klant. Op het moment dat het gesprek is aangenomen, heb je alle functionaliteiten weer tot je beschikking om het gesprek af te handelen of door te verbinden naar collega's of zelfs naar externe. Na het afsluiten van het gesprek heb je de mogelijkheid om jezelf direct weer op beschikbaar te stellen of om nog even te wachten. Bijvoorbeeld omdat je nog administratieve handelingen in het systeem moet maken. Naast bellen ondersteunt het systeem ook e-mail en chatafhandeling. Een chat die binnenkomt, kan je eenvoudig beantwoorden. Wat is een contactcenter zonder data? Data is de hartslag van jouw bereikbaarheid. Daarom hebben we dashboarding waarin je in detail of per groep of per afdeling kan zien hoe de bereikbaarheid op dit moment loopt binnen de organisatie. Maar wat mag je niet ontbreken op een contactcenter platform? APIs. Leef je uit met integraties die gebouwd zijn door derden of bouw je eigen integratie met applicaties die in jouw organisatie in gebruik zijn. Naast deze korte indruk van de desktop app hebben we ook heel veel functies nog niet laten zien. Zoals bijvoorbeeld het meeluisteren van gesprekken als supervisor op je collega's in de belgroep. Of bestanden delen met collega's of met een groep of zelfs met externe relaties. Ook is de hele app beschikbaar te maken op je mobiel of in Microsoft Teams. En je contacten zijn te synchroniseren met Gmail of Office 365.
Ben je nou benieuwd wat Ascent nog meer te bieden heeft en wat het voor jouw organisatie kan betekenen? Kijk dan op onze website.